Goedemorgen. De vorige roadtrip was naar Zweden. En vandaag maken we het iets aan de ene kant bonter, want het is een langere trip. Maar aan de andere kant gaan we niet zo ver. We gaan namelijk beginnen met de Gamersnet Assassin's Creed Syndicate Tuk Tuk Tour. Hoe vet is dat? En vorige keer hadden we een auto geleend. Nu gaan we gewoon met onze eigen bolide. Maar er kwamen al vragen. Er kwamen twee vragen. Van God, wat een end. Maar goed, we slapen elke avond in een ander hotel. Dus dat is wel een soort van luxe. Vanavond dus in Groningen, want daar beginnen we. Morgen gaan we naar Haarlem. Dus we zijn vandaag in Haarlem op zaterdag. Kom even langs. Maar hoe vervoeren jullie die tuk-tuk? Nou ja, dat is simpel. Dat doen we natuurlijk niet rijdend, want hij kan niet zo snel. We hebben gewoon een dikke, vette anowagen. Yo! Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. En Daniel gaat mee, dus ja. Vijf dagen lang. Vijf dagen lang, man. Van Groningen naar Maastricht. Hoe assen? Ja. Kijk, en als we dan op weg zijn met de tuk-tuk. Peter is altijd scheid en scheid zenuwachtig. Je moet altijd de laatste security check doen. Bij elke stop, elke tankstation. Maar ja, we zijn natuurlijk op weg naar Groningen. En het is echt maar twee tankstations. In heel Groningen, denk ik. Ja, nou, ik ben een beetje zenuwachtig soms. Sorry. Ja, maar je can't be careful enough met dit schatje. Echt, hè? Ja, en ik mag het allemaal wel met mijn auto. Alleen ik heb natuurlijk niet een hele zware grote auto. Nee, is dat helemaal zo? Ja. Klopt. Zit hij weer goed vast? Hij zat goed vast. Hij zat al goed vast. Mensen vragen wel eens van, god, je gaat naar Groningen, dat moet het, dat is toch niet zo ver, dat is anderhalf uur rijden. Maar niet meer zo'n ding, hè? Het is echt, je kan echt niet harder dan 90 met dit apparaat. Maar dat ding blijft ons echt achtervolgen, jongen. Echt, hè? Bizar. Het is gewoon eng. Het is gewoon eng. Maar we zijn nu dus bij Lelystad. En dat is ook al dat ver. Dat is echt al gewoon al dik drie kwartier rijden vanaf Utrecht. Ja, dus het is best rond, wel. Ja, goed. Dus het is best wel een tak en tal. Moet je eens kijken wat voor natuur. Windmolen is echt vet. Dat is gewoon echt bijna buitenland nu al. Bijna buitenland. Oh, windmolens, ja. Kijk daar, hele mooie. Beetje anno vibe. Echt, hè? Oh, Ubisoft product placement. Wow. Ja, het is nog 3 uur rijden. Nou jongens, hij staat, de Gamersnet Tuk Tuk voor de Gamersnet Assassin's Creed Syndicate Tuk Tuk Tour. Ik ga uit beeld. Ben je wel niet in beeld? Nee, ja, straks misschien. Kijk dan jongens, hij staat. Groningen, helemaal hard voor de Game Mania. Mijn huis, kijk jongens, mijn thuisbaan. Kijk hoe vet het is. De eerste mensen zijn al aan het spelen, kijk dan. Hallo. Ik kom even in Jack the Ripper DLC. Jullie zijn de eerste die een poster meekrijgen. Hoe vet is dat? Ja, post van 6. Goed zin. Cool. Zullen we de eerste bezoeksinstructies op jou gedaan? Heb je nieuwe light al laten zien? Aan de mensen thuis? Dat willen ze zien. Rick wel. Ah, Rick ziet iedereen. Rick is er altijd. Nou, Rick is er altijd bijna te vaak al. Ja, pak een postje mee. Goeie ding. Kijk, dit jongens, dit is nieuw light. Zwijs? Zwijs Marijn. Zwijs, ga eens doen. Jee, ik vind het leuk. Jee. Ja, dat is nieuw lijn. Je hebt het nooit gezien. Die is er ook. In Groningen. Niets boven Groningen. Helemaal niks boven Groningen. Helemaal niks. Nee, we zijn steeds verder weg. Dus kunnen boven Groningen. Ja. Jullie kunnen er in ieder geval lachen. Maar dat moet ook. Ja, dat is maar. Ik heb Peters camera even gehad, maar zoals je ziet, hij is gestopt met handhaving. Eerste boete. Nou Peter, nummer 1. Hoe voelt dat? 1 uit 1, hè. Het is dag 1 en het is nou de eerste boete ook. Maar hoe ga je, hij wordt ook per dag hoger.
Hij wordt per dag hoger, ja. Dus we gaan, het wordt heel spannend. Ja. Maar we moeten deze nu naar binnen brengen. Ja, dus we moeten nu naar binnen brengen. Anderhalf uur. Nou, net dus dik beboet, want hij mocht niet buiten staan. Maar we staan dus nu binnen. Hij past ook echt. Zie je goed, het? Dus helemaal binnen staat hij. Dus, best wel positief ook. Het is buiten best wel fris. Het is buiten ook fris geworden. Ja. Dus het is voor ons wel relaxed. Nu al contact met Haarlem, want ik wil in Haarlem ook binnen staan. Morgen staan we in Haarlem, hè, dus het is wel gezellig als je dan langskomt. En het was wel gelijk spannend. Ja, mooi toch? Ja. We gaan kijken of we morgen dat record kunnen breken. Van het aantal boetes? Nou, we hebben vandaag, duurt het anderhalf uur. Misschien gaat het morgen wel sneller. Ja, wellicht. Ik ga morgen over de afsluitdijk. Het wordt echt super spannend. Maar eerst nog hotel. Een nachtje slapen in Groningen. Oké. Okay. Dus we lopen hier in Groningen. Ja, dan ben je in Groningen voor de Tuk-Tuk Tour en denk je, weet je, Groningen is al een rare stad. Maar het viel allemaal nog mee, tot en met nu. Wat de hel is dit? Er gaat niets boven Groningen, toch? Niks boven Groningen. Nice guys, jongens, we zijn klaar. Ja, voor vandaag. Dit was dag 1, dit was Groningen. Nice. Dit is de Game Mania in Groningen. Tuk-tuk staat weer op de aanhangwagen. Vonden we het leuk? Ja, het was super chill. Het was wel. Het was niet enthousiast. Nee, het was wel een beetje rustig, maar we hebben wel omzetverhoging gezorgd voor Assassin's Creed Syndicate, hoorde ik. En we hebben een PlayStation 4 verkocht. Heb jij een PlayStation 4 verkocht? Wij. Ja, nice. Ik vind hij de meeste credit ding eigenlijk. Goed werk, jongen. Ja, fine. 40-60 voor jou. Nee, 40-60. Okay, whatever. Tot morgen. Hey man, we gaan naar de kroeg. Oh ja, tot straks. Hij had echt moeten filmen. Ja, eigenlijk wel. Peter klopt dus op de deur. Ja. En toen was het de verkeerde deur. Duwt dus bij jou een boek binnen open. Wat fuck is dit? Het stond ook naar stond. Rook je het? Ik kom echt een stond. Nee, ik ben een beetje verkeerd. Nou, maar goed ook. Ja, maar waar zijn die jongen? Nou, laten we even hun hotelkamer zien namelijk. 47? Nee, dat is niet meer 50. Ik was net bij een andere kamer en toen klopte ik zo aan. Hi. Nee, echt? Ja. Maar die verwacht ook iemand. Nou, dat ik wel echt naar stond. Dus waarschijnlijk wel. Of hij zit naast je. Dat is identiek. Hij zit naast je. Nou, dit is de hotelkamer van Daniel naar Keo. Ja, dat ik ook niet van jou, want hij is zelf. Vind je het fijn? Vind je het goed? Is het oké? Ik ben zo blij met twee aparte bedden. Ja, dat snap ik. Ik ken Akeo nog niet zo goed met hotelkamers. Nee, dat snap ik. Kijk, als Tommy was of als weet ik voor Westry was of zo, dan was het allemaal wel koek en ei. Of Peter. Die had ik nog steeds samen kunnen delen. Dat is waar. Maar dit is het dus. We gaan nu editen. Videootje moet morgenochtend online. Dus we gaan alles editen en dan gaan we even naar de stad Groningen, waar ik nog nooit ben geweest. Gun. Ik ook niet. Leuk, dus, hè? Koen gaat gezellig mee. Gaan Koen is de guide. En Daniel. Hey. Andere Daniel. Daniel Flop, hè? Snoepje op elk kussen. Dus ga lekker. Blijf dan vandaag lekker een biertje. Dat is toch mijn snoepje? Waar slaap jij dan? Nou, best joh. Dan slaap ik toch hier? Maar je wou hier. Dat is wel zijn kant. Jezus, hij kent Daniel echt nog niet goed. Een stomme vlog.